Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Cornelis, wat is er zo speciaal aan die zalm? Wel, eigenlijk, en dat verraadt het al een beetje, je ziet hier zo een keurmerkje in zitten. La Belle Rouge. En dat is een Frans kwaliteitskeurmerk dat daarop zit. En daar staat op Scottish Salmon. Zij zijn de eerste kweker die buiten de Franse landsgrenzen dat keurmerk heeft vastgekregen. Het is een free-range salmon farm. Om maar te zeggen, ze zitten niet in kooien met honderden samen. En ze worden niet daar vet gemest, eigenlijk. Het is een beetje een zalm van vrije uitloop. Oké. Maar het is wel een kweekzalm, geen wilde zalm, maar heeft al ruimte. Yes, exact. Heel juist. Kun je een keer laten zien hoe je zo'n volledige zalm uit elkaar haalt? Want dat is niet gemakkelijk, hè? Zal ik hem pakken? Ah, als je gezien hebt. Als ik mag. Doe maar. Wat weegt dat zo'n ding zo in zijn geheel? Zo'n 5 à 6 kilo. Amai, toch. Wauw. Die kleuren, dat is toch ongelooflijk. Het is toch maf dat dat zo oranje ziet? Wel, dat is eigenlijk omdat de zalm wordt gekweekt uitsluitend met kril. En kril is een kleine soort garnaaltjes eigenlijk. En dat zorgt ervoor dat die kleur zo mooi is? Exact. Dus wilde zalmen zullen ook van kleur een beetje variëren naar gelang hun voeding. En dan nu het leuke werk. En dat is voor mij. Dus dat is echt graad per graad dat dat eruit moet? Ja, en het is het gemakkelijkste als je hier van achter begint. Oké. Okay. Amai. En dat is dus een goed teken als je die er moeilijkheid krijgt. Ja, dat is een indicatie dat de zalm heel vers is, maar vooral ook dat hem heeft gezwommen. Dat hem gespierd is. Dat hem gespierd is, dat hem beweging heeft. Ja, want een zalm die moet tegen de stroom inzwemmen of... Helemaal juist. Eigenlijk met de reden dat een zalm geboren wordt in zoetwater, groeit op in zee in zoutwater, maar om voor te planten zwemt hem eigenlijk de rivier terug op naar exact dezelfde plaats waar dat hem geboren is. Om te gaan paaien. Er is nog zo één ding, Cornelis. Ze zeggen altijd het neusje van de zalm. Dat is het beste. Van waar komt die uitspraak? Dat is eigenlijk het wangske. En dat noemen ze het neusje van de zalm. Mm. Het neusje op van de zalm. Op een zalm van 6 kilogram. Het vetste stukje van de zalm. Het klein. Het neusje. Mag je dat opeten? Ga uw gang. Het is hard ook, hè? Het is heel stevig van structuur. Maar het is top, hè. Het is gewoon echt kei lekker. Dat is wel misschien een beetje te weinig om mee te koken, zo een klein kaakje. Dat kan ik geloven. Als het goed is om gewoon een stuk filet ja. te snijden. Voilà. Zalig. Merci, man.